Hey meiden en jongens, wat er toen toch gebeurd is daar in de tempel. Hele vreedzame mensen, de apostelen, die stonden daar gewoon, deden hun werk, vertelden over Jezus. Maar we hebben het net gelezen. Het is toch ongelooflijk wat er daar gebeurt. Goeiedag, hallo. Bent u Gerco Lok? Ja, dat klopt, ja, maar wat doet u hier? U bent aangehouden in naam der wet. Nou ja. U hebt recht op een advocaat. Ja, dit meen je toch. En u bent niet verplicht te antwoorden. Nou, wat heb ik dan verkeerd gedaan? Dat gaan we op het bureau even uitzoeken. U mag uw armen even spreiden. Ik ga u even fouilleren. Ik ben het er helemaal hier niet mee eens. Gaat u meewerken, anders wordt er geweld. Als u niet gaat meewerken, wordt er geweld gebruikt. Begrijpt u dat? Nou ja, zeg. Mag u de armen even naar voren doen? Nou ja, oké dan, maar... Nou ja, boeiend ook. Laat het maar. Wat is dit voor een belachelijke actie? Komt u maar, gaan we rechtdoor. Echt. Denk aan het afslagje. Ja. Moet dit nou echt? Ja, het is mij gevraagd. Dus dat doen we dan. Gaat u nou meewerken of niet? U wordt nu echt vervelend. Bent u onder invloed, meneer? Nee. Wilt u even luisteren? Nee, natuurlijk niet. Heeft u iets gebruikt? Nee, niks. Nee. Dan gaat u nu meewerken. Het wordt echt vervelend nu. Even omdraaien. Ja, gaat u met de bus. Ja, denk aan u ook. Goed zo. Hey, wat is dit? Zit ik hier met handboeien om, terwijl ik gewoon in de kerk mijn verhaal aan het vertellen was? Dat is toch ongelooflijk? Wat moet ik hiermee? Hey, kijk daar nou eens, joh. Dat lijkt wel de sleutel. Die. Ja. Hey. Waar is die gozer gebleven? Zo zeg. Nou ja, dat gebeurde er dus ongeveer, daar in Jeruzalem, bij de tempel, met die eerste leerlingen. En het gebeurt vandaag gewoon weer.